Zo, goedemiddag, beste consulores, ik mag meer wat zeggen. Beste confraters, dank voor de uitnodiging, dank voor de inleiding ook om hier een verhaal te brengen over medische technologie. En ik heb de medische technologie een beetje in de lijn gebracht van patiëntspecifieke behandelingen. Elke medische behandeling is patiëntspecifiek, maar ik ga proberen te argumenteren dat door het gebruik van medische technologieën de mogelijkheden om die behandeling patiëntspecifiek te maken nog vergroten en dat we ook tegenwoordig het kostenplaatje niet uit het oog mogen verliezen. Dus de kostenefficiëntie ga ik toch ook proberen van mee in mijn verhaal te betrekken. Medische technologie. Ik geef graag dit als een, wat mij betreft, mooi voorbeeld van medische technologie. U herkent een stethoscoop. Een stethoscoop die gebruikt wordt om geluid uit ons lichaam op te nemen. En dat weet men al heel lang in de geneeskunde. Het belangrijk is, relevant is, om te luisteren naar geluid uit het lichaam. Honderden jaren geleden waren de barbiers, de chirurgijnen, die legden dat hun hoofd was schuin op de buik, op de borstkas van een patiënt in die luisterde. Maar ja, er komt niet zoveel geluid uit een lichaam, er is omgevingsgeluid. Dus men heeft eigenlijk vrij snel gezocht naar een manier om dat geluid beter te capteren. Dat is een stethoscoop. Als je gaat kijken in ontwikkelingslanden, dan zijn dit nog altijd toestelletjes die daar ook voor gebruikt worden. Hetzelfde doel, geluid een beetje versterken. Maar de stethoscoop, beste mensen, die stelt geen diagnose. De mens, de arts, stelt de diagnose. En het is door het gebruik van de medische technologie, dit eenvoudig stukje medische technologie, dat het geoefende oor een betere diagnose kan stellen. Mens en machine samen. Medicine and engineering. Engineering and medicine. Die and is heel belangrijk. Hè? Dus de synergie tussen die twee disciplines is een van mijn kernboodschappen waar ik al heel lang in geloof. We gaan eventjes iets complexer. Dit is een klem die gebruikt wordt tijdens hersenoperaties. De chirurg gaat die klem zodanig nauwkeurig gaan richten ten opzichte van het hoofd van de patiënt dat een, en ik hoop dat die muis daar ook een beetje te zien is op het scherm. Is daar niks van te zien? Alright. Iets ingewikkelder. Ja, dus zo'n Mayfield-klem gebruikt tijdens hersenoperaties. De chirurg die gaat de instelling doen van die klem rond het hoofd van de patiënt. En dan heb je hier, en dus dat ik wou tonen, hier heb je een naaldgeleider ingesteld door de chirurg om dan naar een vooraf bepaalde plaats in de hersenen te gaan om een biopsie te gaan nemen. Het toestel wordt door de chirurg ingesteld. En het toestel zorgt ervoor dat de naald beter geleid wordt dan dat het door de blote hand van de chirurg zou kunnen. Dus terug, hè, die mens en machine samen. En het verhaal blijft een beetje hetzelfde als we iets ingewikkelder gaan naar de hartkatheterisatie bijvoorbeeld, waar dat ook mens en machine, high-tech in dit geval, maar waarbij je nog altijd de combinatie nodig hebt van wat de specialiteit van de arts is, gecombineerd met de mogelijkheden die de technologie gaat bieden. En hier zie je de arts nog vlak naast de patiënt staan. Als we straks nog even gaan hebben over robotchirurgie, wel, daar zie je wel een patiënt liggen, maar daar zie je er geen arts vlakbij staan in dit geval. Maar de arts is wel in de buurt en de arts blijft verantwoordelijk en een belangrijke rol spelen. En ook hier, in alle technologie die er is voor de medische beeldvorming, is de mens niet weg te denken. De machine maakt wel de beelden, maar de interpretatie die komt van de mens. Dus opnieuw mens en machine samen. Dus medische technologie is in onze moderne gezondheidszorg echt niet meer weg te denken. En dat heeft als gevolg dat de kosten van onze gezondheidszorg toch toenemen. En we moeten daar niet flauw over doen. De medische technologie is daar één van de redenen voor de stijging van de kosten voor onze gezondheidszorg. En ik toon hier
gegevens van de OESO. De rode lijn, dat is België, uitgedrukt als procent van onze bruto binnenlandse productie. Wij zitten in een getal dat vrij gemiddeld is voor de Europese landen, ongeveer 10% van ons BBP, dat wij besteden aan gezondheidszorg. Maar je ziet een land zoals de United States of America, ja, zit er toch flink boven. En dat zal geen verrassing zijn, neem ik aan, voor jullie. Gezondheidszorg is duur in de States. De privéverzekeringen maken dat daar toch een heel hoge kost aan is. Dus ja, medische technologie is toch wel een van de redenen. Maar er is toch nog een andere, even belangrijke reden, denk ik, die die verhoging van de kosten in de hand werkt. En dat is de vergrijzing van onze bevolking. Dat is een leeftijdspyramide met twee kanten. En ik laat het aan u om even uit te vissen wat de kant van de mannen is en wat de kant van de vrouwen is. Ik denk niet dat dat zo'n grote opgave is. En dan ziet u dat inderdaad, ja, de blauwe kant de mannelijke kant is en de andere kant de vrouwelijke kant. Vrouwen leven nu eenmaal, tot spijt van wie het benijdt, maar leven nu eenmaal gemiddeld wat langer dan de mannen. Dus je ziet hier voorspelling, de gegeven dat 2016 is. Ja, voilà, dus 2016, dat is de lijn en de blokjes is de voorspelling voor 2070. En ja, je ziet dat de verwachting toch nog altijd blijft dat er in onze maatschappij meer en meer ouderen gaan komen, waarvoor wij toch op een goede manier gaan moeten blijven zorgen. En sommige mensen zeggen dan, ja, er is maar één oplossing en dat is wij bouwen gewoon meer woon- en zorgcentra bij. Maar dan denk ik dat wij voorbij gaan aan een technologische evolutie, dienstverlening aan huis, langer begeleid, ondersteund thuis blijven wonen, onder andere mogelijk gemaakt door die technologie. Maakt het dus mogelijk om de opname uit te stellen in een woon- en zorgcentrum. Levenskwaliteit kan op die manier ook gegarandeerd worden. En er zijn plaatsen op het moment in de woon- en zorgcentra. Dus wat hier getoond wordt, is de bezettingsgraad. En mensen zeggen zo, daar is nergens geen plaats. Wel, die bezettingsgraden zijn zeker geen 100%. En ja, COVID-19 heeft dat zeker nog in de hand gewerkt, dat er plaatsen beschikbaar zijn in woon- en zorgcentra. Maar ja, moeten we dat nastreven? Moeten we inderdaad niet denken in welke mate technologie kan ingezet worden voor die thuiszorg? Bijvoorbeeld hier in dit soort van gezelschapsrobots, companion robots, die een functie kunnen hebben zoals hier getoond wordt, hè, een soort butlerfunctie, maar die bijvoorbeeld ook kunnen ingezet worden om een alleenwonende 's ochtends eraan te doen denken van kijk, je zou misschien best eens je eigen bloeddruk nemen, wordt opgeslagen, eventueel in de cloud gezet, gepre-analyseerd en dan kan een arts kijken naar de evolutie van die bepaalde patiënt. Of je kan die robot uitrusten met camerasystemen, kijken of er iemand gevallen is en dan een verbinding tot stand proberen te brengen. En er wordt mee geëxperimenteerd en dit is technologie van het Fraunhofer Instituut. Het zou, beste mensen, toch wel heel jammer zijn mocht dit het enige gezelschap zijn dat iemand nog heeft op latere leeftijd. Dus weer, we moeten durven nadenken op welke manier dit soort technologieën kunnen ingezet worden om complementair aan zorg door mensen, verpleging, verzorging, familie, om complementair ingezet kunnen worden. Met die mogelijkheid dat dit soort van technologie er altijd kan zijn. 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Dus daar wordt mee geëxperimenteerd. De vorige was niet direct een humanoïde robot. Alice is dat wel. Die pop hier, dat is Alice. En ik toon u toch graag eventjes een fragment uit het tv-programma Koppen van een paar jaar geleden. Dan moet je onderaan eens even kijken, daar zie je zo'n een zwarte voorruit naar boven komen. Dus wat je hier ziet, dat is een camerabeeld door de ogen van Alice. Die mevrouw die is geopereerd aan de knie en die moet bij wijze van revalidatie thuis nog een aantal keer het been strekken. En Alice is dat in het oog aan het houden. En Alice gaat zeggen, 7, 8, kom aan, nog 2 keer en je zet aan 10, de 10 die je moet doen. We gaan even Alice zo laten en naar Zora kijken. Wat ik u toon nu is Nao.
ook een vrij kleine humanoïde robot die toch nogal ingezet wordt in woon- en zorgcentra. Op zo'n manier. Dus de kinesist die gaat een aantal oefeningen programmeren aan Zora, aan Nao. En die robot gaat die voordoen. En mensen die gaan die spontaan beginnen nadoen. Voor standaard oefeningen. En ondertussen heeft de kinesist de mogelijkheid om individuele zorg te geven aan individuele patiënten die individuele zorg gaan nodig hebben. Dus nakijken, op welke manier gaan we die technologie in deze situatie van thuiszorg, Alice, in de situatie van zorgcentra, kunnen inschakelen. We gaan eens eventjes terugkijken naar Alice. Dus die voetbalmatch is nog altijd bezig. Maar we gaan zelfs toch vaststellen dat die match toch niet zodanig interessant was. Want mevrouw, die gaat zo dadelijk indommelen. Ik ga geen enkele uitspraak doen over welke voetbalploeg hier aan het spelen was. Maar Alice heeft dat gezien. En Alice gaat de mevrouw na een paar seconden wakker maken. Er is niks mis met een middagdutje. Maar als bij oudere mensen het waak- en slaapritme te veel aan het omkeren is, dat is niet goed. Hè? Zeker bij de ontwikkeling van dementie is dat belangrijk dat het normale waak- en slaapritme zo lang mogelijk behouden blijft. Dus dit soort van technologieën kan een oudere activeren. PARO, ontwikkeling in samenwerking met de VUB, doet ook zoiets. En ook dat ga ik u via een kort videootje tonen. Ja, dus PARO is dit plusje zeehondachtig diertje dat ook bij dementerende bejaarden gaat reageren, impulsen gaat geven en op die manier zo iemand die anders suf in een stoel zit rond te kijken, activeren gewoon door die interactie. Ja, dus opnieuw dat idee van op welke manier kunnen wij nadenken hoe dat wij die technologie in die zorg voor ouderen kunnen integreren. Integreren, dus niet vervangen, integreren, zorg door mensen, zorg door technologie. Hoe kunnen we dat gaan combineren met elkaar? Breder kader is de e-health, waar ik niet over ga uitweiden. Vroeger had je die apps voor de smartphone. Tegenwoordig denk ik dat de smartwatches dat allemaal voor een groot deel hebben overgenomen. Er zijn zelfs smartwatches tegenwoordig die meer doen dan wat vroeger het geval was, de activiteit meten. De zuurstofsaturatie in het bloed kan gemeten worden naast hartslag, naast slaapdata, naast het klassieke activiteitsniveau. Ik denk dat daar nog meer mee kan gedaan worden. Hè? Dus door die gegevens bij te houden, niet allemaal bijhouden, maar al pre-verwerken en meenemen in een medisch dossier dat toch meer informatie geeft aan een arts op het moment dat een patiënt bij de arts op consultatie komt. En wel wat ICT-bedrijven die hebben het potentieel daarvan wat gezien. En ik herinner mij een gesprek met een verantwoordelijke van Philips Medical Systems, die een paar jaar geleden zei van, kijk, wij zijn toch ook aan het nakijken in welke mate wij met onze technologie, can we take the patient from the waiting room to the living room? En om toch een aantal relevante metingen te doen in het comfort van thuisomgeving van een patiënt, om die dan te gaan gebruiken in de context van een medische diagnose. Ik wil toch focussen op technologie in de chirurgie, waar die technologie zich vertaalt toch heel veel in werktuigen voor het moeilijke werk dat chirurgie nu eenmaal is. Hè. Het gaat over heel nauwkeurig werk, geometrisch nauwkeurig werk, millimeter, submillimeter precisie. Het gaat over wat ik hier noem een optimale behandeling. Op het moment dat een operatie begint, bezig is, is het toch wel heel moeilijk om halverwege te zeggen van, eigenlijk hadden we toch iets anders moeten gaan doen. Die operatie is bezig en vaak is het toch niet direct een weg terug. Je moet op voorhand heel zeker zijn dat dat toch wel de beste behandeling is die je gaat instellen. En dan heb je toch ook de trend naar de minimaal invasieve chirurgie, de kijkoperaties, die een pak voordeel hebben voor de patiënt, maar die toch het moeilijker werken maken voor de chirurg. Beeld dat ik dat straks al getoond heb, die katheterisatie, daar ook. De coördinatie tussen wat de arts ziet op een scherm, want als je naar
deze foto kijkt, dan staat de arts naast de patiënt, maar de arts kijkt niet naar de patiënt. Hè? Daar is niet veel te zien aan die patiënt. Kijkt naar een computerscherm. Of hier, ook die setting. Setting van een kijkoperatie waarbij chirurg werkt met die soort van minimaal invasieve instrumenten. En er zijn toch een paar probleempjes mee op het vlak van oog-handcoördinatie. En ik wil je dat eventjes demonstreren, als ik mag, om je toch de relevantie ervan te laten inzien. Ik heb een apparaatje meegebracht dat gebruikt wordt tijdens kijkoperaties. Forceps noemen we dat. Dus het wordt aangebracht, een kleine insnede, de buikwand van de patiënt bijvoorbeeld, en daardoorheen gaat dit instrument. Als binnen in de patiënt dit instrument naar beneden moet, dan gaat de hand van de chirurg naar boven. Ja? En ook voorachterwaarts keert eigenlijk om je omkering van de beweging tussen wat er binnen in de patiënt moet gebeuren en wat er door de hand van de chirurg aan de buitenkant moet gebeuren. Dat is één ding. Het andere, en dat zie je hier ook, ja, als je maar één instrument aanbrengt, één opening maakt, je ziet niks. Hè? Dus je hebt minstens nog één extra opening nodig met een camera. En het beeld van die camera wordt getoond op een scherm dat ook weer een beetje hoger opgesteld staat. En je ziet hier, hè, chirurg die druk bezig is met te kijken, maar ook weer niet naar de patiënt aan het kijken is, kijkt naar een tv-scherm. En dan vraag je de mensen toch soms om even de volgende situatie in te beelden. U hebt misschien deze middag aan tafel iets gegeten, weet niet. Maar beeld u in, u zit aan tafel met zijn vork, bord voor u. Maar er staat een groot scherm opgesteld over uw bord, dus je kan je bord niet zien. Er staat wel een camera op uw bord. Een beeld van die camera wordt getoond op een tv-scherm daarnaast u staat. En dan moet je beginnen eten met zijn vork. Opzij kijken naar uw tv-scherm, met zijn vork eten en eraan denken dat als uw vork naar beneden moet, uw hand naar boven moet. Ja? Dus is een klein voorbeeld van de complexiteit die er toch wat is met die soort van kijkoperaties. En ja, de omgeving kan toch wel vrij complex worden. Hè? Dus hier bijvoorbeeld zie je dat de chirurg een klein microfoontje heeft aan zijn mond. En daarmee wordt hier een robot, een arm ingesteld waarmee de camera kan gemanipuleerd worden. Dus ja, de ganse omgeving kan nogal technologisch complex worden. En ja, ook de chirurgische omgeving, de medische omgeving is al vrij complex. Dus ik pleit er toch altijd voor om, als er medische technologie ontwikkeld wordt, om dat zo vanzelfsprekend als mogelijk in gebruik te maken. De operatie op zich is al moeilijk genoeg. Dus probeer dan het gebruik van de technologie in de context van zo'n operatie zo eenvoudig mogelijk, zo vanzelfsprekend mogelijk, zo intuïtief mogelijk te maken. Dus intuïtieve technologie. De technologie kan heel ingewikkeld zijn, maar het gebruik ervan moet vanzelfsprekend zijn. Dus computergeïntegreerde chirurgie. Hoe gaan we die computertechnologie kunnen integreren in de chirurgie? Drie voorbeelden ga ik met u bespreken. Navigatiesystemen, robotgesteunde chirurgie en maatwerk in de chirurgie, wat ook een mooi voorbeeld is, vind ik toch, van hoe computertechnologie in de chirurgie gebruikt wordt, meer en meer. Drie stappen worden tegenwoordig altijd gezet. Er is een fase van computerondersteunde pre-operatieve planning. Er is een registratieproces om die planning over te dragen naar de werkelijkheid van de operatiezaal. En dan heb je de chirurgische actie zelf. Pre-operatieve planning gebaseerd op medische beelden. Driedimensionale beeldinformatie tegenwoordig, vooral klassieke röntgenfoto's zijn zeker niet verdwenen, maar heel veel van de beeldvorming is driedimensionaal geworden. U weet hoe een scanner werkt en bijvoorbeeld aan de rechterkant is zo één beeld dat een CT-scan oplevert. Dus zo één beeld zegt misschien niet zoveel en klassiek in zo'n scanner, dan ging de radioloog, eventueel samen met de chirurg, die achter de lichtbak staan, waar dan zo'n aantal van die beelden naast elkaar gezet werden. En men probeerde zich te visualiseren van hoe gaat nu die driedimensionale structuur eruit zien. En ik weet niet of het voor dit geachte gezelschap duidelijk is naar welk stukje anatomie wij hier aan de rechterkant aan het kijken zijn. Maar een bekken,
is dat, hè, dus het heupgewricht, de bol van, de dijbeen, de kom in het bekken. Maar dus die driedimensionale mentale reconstructie is niet zo voor de hand liggend. En ook daar, computertechnologie laat nu toe van daar automatisch de beenrekstructuren uit te halen en die op die manier te gaan visualiseren. Dus visualiseren. Medische beeldvorming laat toe van binnen in een patiënt te kijken zonder die patiënt open te maken. Het klinkt tegenwoordig zo evident dat dat mogelijk is, maar voordat Wilhelm Röntgen de röntgenstraal ontdekt heeft, was dat helemaal geen evidentie, het was zelfs niet mogelijk. Ja? Binnen in een patiënt kijken zonder die patiënt open te maken. Kijken is één ding. Meten is nog iets anders. Wij kunnen tegenwoordig met de moderne, zeker CT-scanners, magnetische resonantiescanners ook wel, meten met een nauwkeurigheid van ongeveer een halve millimeter. Ja, dus op een halve millimeter weet de arts, de chirurg, de biomedisch ingenieur, wat er zich binnen in een patiënt op een bepaalde plaats bevindt. Zodanig dat je op voorhand daar optimaal mee kan rekening houden. In een planning, in een aanmaak van patiëntspecifieke instrumenten of implantaten, waar ik het straks nog even over ga hebben. Dus kijken binnen in de patiënt, maar ook meten. Voorbeeldje, planning van implantaten bij implantaatgedragen tandprothesen. Hier een voorbeeldje van een tandeloze onderkaak. Voorziening met een implantaatgedragen prothese. Bestaat er dan uit dat je de prothese hebt, een koppelstuk doorheen het tandvlees en dan het implantaat, meestal een schroefvormig implantaat, in het kaakbot. En dat ziet er dan na afwerking zo uit. Hè. Dus de prothese die geschroefd wordt op die metalen busjes, zie je daar zitten. En dat zijn de koppelstukjes. Hè. Dus hier als dit onderlip een beetje weggetrokken wordt, dan zie je die koppelstukjes zitten. En het resultaat daarvan is klinisch vrij goed. Wat je zeker niet mag doen, is de implantaten plaatsen zoals dat onderaan rechts getoond wordt. Die staan te dicht bij elkaar. Dus je moet die implantaten mooi spreiden. Je moet die plaatsen bij voorkeur waar de kwaliteit van het kaakbot zo hoog mogelijk is. En zoveel mogelijk parallel plaatsen, niet toe kruis. En dat zijn dingen die allemaal mogelijk zijn op basis van een scan en een computersoftware die op basis van dat soort van scan de stomatoloog in dit geval toelaat van die implantaten optimaal te gaan plannen. Mooi evenwijdig, goed gespreid. En je ziet daar ook die rode buis die daar getekend is, wat bij die patiënt de aangezichtszenuw is, die het dus door een implantaat niet wil raken, want anders heeft je patiënt een aangezichtsverlamming. Dus je kan met een aantal van die dingen gaan rekening houden, patiëntspecifiek, door de medische beeldvorming. Dat is planning die vooral op de geometrie van je patiënt gebaseerd is. Maar als we gaan kijken naar functionele planning, en dan neem ik nu het voorbeeld van een plaats van een totale knieprothese, als we dan gaan kijken naar een goede planning, ja, dan wil je dat die patiënt na de totale knieprothese terug goed stapt, de knie goed kan plooien. Dus je gaat dan via bijvoorbeeld een modelgebaseerde benadering, aan de linkerkant zie je een musculoskeletaal computermodel, dat patiëntspecifiek kan gemaakt worden. Je kan dan op die manier in een bepaalde patiënt gaan voorspellen van hoe die knie zou buigen wanneer er een bepaalde prothese in een bepaalde positie wordt ingeplant. Wat aan de rechterkant getoond wordt, is wat validatie. Ik ga niet op alle details in. Het is een validatie dat gedaan is met een kadaverexperiment, waarbij dat we aantonen dat we met die modellen, wat er in het kadaverexperiment gebeurde, het plooien van de knie daar, dat we dat toch vrij mooi kunnen voorspellen. Maar die modellen die vragen toch wel heel veel rekentijd. Dus de laatste jaren wordt er gekeken naar, kunnen wij niet planning gaan doen gebaseerd op artificiële intelligentie. Dus geen gebruik meer maken van die modellen. Maar kunnen wij niet op basis van bijvoorbeeld hier een database die toegeleverd werd door Dr. Af de Vlo, orthopedisch chirurg, meer dan 400 cases, worden geanalyseerd hè, met de technieken van artificiële intelligentie. En daar wordt dan een plan uit afgeleid dat aan een chirurg gaat voorgesteld worden als een voorstel. Een plan dat de chirurg kan aanvaarden of niet, of kan wijzigen.
Wel, met 30 gevallen werd dat gevalideerd. Ja, dus de chirurg kreeg 30 andere al geplande gevallen terug, waar een voorstel gedaan werd op basis van het AI-systeem. Dan wordt hier een vergelijking gemaakt tussen de kwaliteit. Dus u werd gevraagd van, apprecieer nu een keer de kwaliteit van het plan dat door de klassieke software wordt voorgesteld. Dat is van een van de grote bedrijven, Biomed Zimmer. En dan zie je, ja, de default plan, kwaliteit, hè, 2/5, maar dat AI-plan werd al veel hoger geapprecieerd door de chirurg als een goede startbasis om verder op te gaan werken. Was zich vertaald aan in een flink pak lager aantal kliks dat er nodig is door de chirurg om die planning gaan aan te passen en het te gaan optimaliseren volgens de goesting van die bepaalde chirurg. Dus het plan, AI gebaseerd, presteert al veel beter dan het klassieke geometrie gebaseerde plansysteem dat in de klassieke software aanwezig was. Maar misschien moet je daar toch eens even over nadenken, want als je een plan maakt van een operatie, ja, dan heb je een bepaalde doelfunctie nodig. Ja, wat wil je eigenlijk met die patiënt gaan bereiken? Wat wil je met de operatie gaan bereiken? Een tevreden patiënt, over het algemeen. Dat is iets misschien heel subjectief, maar een van de uitdagingen is, van hoe gaan we zo'n subjectief begrip, een tevreden patiënt, hoe gaan we dat vertalen naar enkele parameters die we kunnen meenemen in zo'n preoperatieve planning? Het idee is dan de volgende. Veronderstel dat wij bijvoorbeeld, hè, 2 output-parameters zouden hebben van een planning. Zeg maar iets, de contactkracht tussen dijbeen en scheenbeen. De beweging voor achter anteroposteriore beweging. Zo 2 van die parameters. En dat, dan moet ik eens kijken, u ziet daar, ik zie het op dit scherm niet zo goed. Dan ziet u daar ergens een roosachtig kruis staan. En dat zou dan bijvoorbeeld zijn wat dat voor die 2 output-parameters, kwaliteit van een planning, de uitkomst zou zijn van de standaardplanning. Als je nu ook weet wat dat een goede combinatie is van die 2 output-parameters, wat zou een goede contactkracht zijn, wat zou een goede translatie zijn, dan kan je zeggen van kijk, die groene, dat groene vierkant, daar wil ik het resultaat van mijn planning in krijgen. Dus ik ga bijvoorbeeld de plaatsing van mijn componenten van een totale knieprothese, ik ga die zodanig gaan wijzigen in mijn computerplanning dat ik binnen mijn safe zone, binnen die groene zone terechtkom. Dus als doelfunctie zoiets gaan doen, maar dan moet je natuurlijk wel in staat zijn van de doelfunctie te gaan kwantificeren, enkele parameters te hebben die je positief kan correleren met patiënttevredenheid. Dus blauw zou dan bijvoorbeeld het resultaat zijn van een geoptimaliseerde planning waarbij de parameters, die output-parameters, wel binnen die veilige zone terecht zijn gekomen. Maar ja, als je dit soort van planningen wil laten gebruiken door de chirurg, ja, dan komt daar een extra loopje bij. Hè. Dus klassiek, je hebt de reconstructie van de geometrie, een plan wordt uitgevoerd en dat gaat naar de chirurgie. Als je echt wil plannen met gebruik van die modellen, ja, dan ga je hier die planning moeten gaan optimaliseren en dat vraagt tijd. Dus we moeten nadenken, hoe kan dat zo optimaal mogelijk gebruiken? Want uit testen die we dan gedaan hebben in samenwerking met het bedrijf Materialize, een planning die een kwartiertje duurt, dat is onaanvaardbaar. Hè. Het moet echt een paar seconden, minuutje maximaal zijn dat men extra tijd wil besteden aan een planning. Dus we moeten kijken naar metamodellen, we moeten kijken naar gebruiken van die artificiële intelligentie. Al die beelden kunnen ook nog gebruikt worden in een context van wat ik hier noem chirurgische trainers. En ook dat begint hoe langer hoe meer op te komen. Dus het trainen van chirurgen ondersteunen door dit soort van trainers. Wat u aan de linksboven ziet, is een trainingstation van commercieel bedrijf LabSim, waarbij dus die kijkoperaties gesimuleerd en getraind worden. En ik wil misschien toch even proberen van u het belang van zo'n een training te laten inzien door eventjes een vergelijking te maken met een vliegreis. Want als u in een vliegtuig zit, dan ga ik er graag vanuit dat u hoopt dat met dat vliegtuig alles in orde is. Hè? Dat er niks fout gaat lopen. Maar als er dan toch iets fout loopt bij dat vliegtuig, dan hoopt u dat die 2 piloten die vooraan in het vliegtuig zitten,
dat die goed geoefend zijn om dat probleem op te lossen. Ja, geoefend zijn om een zwaar probleem met uw vliegtuig op te lossen. Wanneer mogen die piloten oefenen? Als u in het vliegtuig zit, of als ik in het vliegtuig zit, liever niet. Hè? Dus oefenen op noodsituaties met vluchtsimulatoren. En als je dan even de analogie trekt naar de situatie waar u eventueel als patiënt in de operatiezaal zou liggen, wat u absoluut niet toewens, hè, maar stel dat u als patiënt in de operatiezaal ligt, dan ga ik er graag van uit dat u hoopt dat er bij uw operatie niks fout gaat lopen. Maar als er dan toch iets fout zou lopen, dan hoopt u dat de chirurg die bij u aan de tafel staat goed geoefend is om dat probleem op te lossen. Waar mag die chirurg oefenen? Op u? Op mij? Ook liever niet. Hè? Dus ook daar, hè, chirurgische simulatoren als onderdeel van de klassieke opleiding, maar ook als een tool om te zorgen dat een piloot en chirurg geoefend blijft op die noodsituaties. Ik doe nu één voorbeeldje hier opnieuw van oefenen met een computersysteempje. Een basis chirurgische vaardigheid naaien. De goede manier is steken zetten. De juiste manier de naald inbrengen, zo'n half cirkelvormige naald. De juiste plaats naald inbrengen, de juiste plaats naar boven. Niet te dicht bij de incisie, want dan kan het weefsel doorscheuren. Ook niet te ver naar buiten komen van de incisie. Want anders gaat het weefsel tegen elkaar getrokken worden. Ja, dus dat luistert nogal nauw van waar die steken gezet worden. Een van de mogelijkheden tegenwoordig om in een opleidingstraject van chirurgen te integreren. Tweede stap is die registratie. Het plan is gemaakt. Het plan is gemaakt op een computer tegenwoordig. De planning moet overgedragen worden naar de werkelijkheid van de operatiezaal. Dat is registratie. Daar zit een heel pak matrixalgebra in, waar sommige van de geachte leden van de academie absoluut veel meer specialist in zijn dan ik het ben. Maar dit is de essentie. Hè. Dus je hebt de planning gemaakt op de computer en dan heb je de werkelijkheid, de patiënt, de chirurg, de instrumenten in de operatiezaal. En die twee ga je met elkaar in verband moeten brengen. Dus plan naar werkelijkheid, naar realiteit. Die drie systemen nu, navigatie, robots, maatwerk. Navigatie is een camerasysteem. Minstens twee camera's, om dezelfde reden waarom wij twee ogen hebben, de diptezicht. Twee camera's en een aantal markeerpunten. Een van de klassieke toepassingen is plaatsen van een totale knieprothese. Camerasystemen die houden de anatomie in het oog, scheenbeen, dijbeen en houden ook rechts het instrument in het oog. Om zo nauwkeurig mogelijk de botten rond de knie te gaan voorbereiden. En dat is nogal belangrijk. En dat wil ik u misschien toch ook heel eventjes laten aanvoelen hoe belangrijk chirurgische precisie is bij het plaatsen van een totale knieprothese. Klein beetje didactisch materiaal meegebracht. Maak u geen zorgen, het is plastic. Dus de knie, in tegenstelling tot de heup, is een mooi wat we noemen congruent gewricht. Dus echt bol kom. De knie, ja, is, als je naar de beenderen alleen kijkt, is de knie onstabiel. Dus de knie haalt zijn stabiliteit van de zachte weefsels, de kruisbanden binnenin, de collaterale banden aan de zijkant. Dus als er nu een knieprothese geplaatst wordt, gaat de chirurg een deeltje verwijderen van de onderkant van het dijbeen en een beetje verwijderen van de bovenkant van het scheenbeen en daar de prothese plaatsen, maar de stabiliteit moet nog altijd komen van die zachte weefsels die er rond zitten. Dus dat luistert nogal heel nauw van waar dat die opening gemaakt gaat worden om die prothesecomponenten in te gaan aanbrengen. En dus vandaar dat het plaatsen van een totale knieprothese een van de typische gevallen is waar zo'n soort van navigatiesysteem gebruikt wordt. Als je dan kijkt naar studies, onder andere Jan Victor van de Universiteit van Gent heeft daar wel studies rond gedaan. Nauwkeurigheid van aanraken van bepaalde plaatsen zit hem rond 1 mm ongeveer. Wat het als belangrijkste toegevoegde waarde heeft, is niet dat de gemiddelde precies, de gemiddelde nauwkeurigheid beter wordt, maar dat de outliers verdwijnen. Dus moeilijke gevallen waarbij dat je echt
3, 4, 5 graden offset had vroeger, die zijn weg. Dus dat is een deel van die evidentie die we opbouwen. We gaan nieuwe technologie niet zomaar gebruiken en integreren. We gaan die testen en zeggen, kijk, wat komt er uit die testen? Wel, in dit geval, het zijn vooral die outliers die weggaan en krijgen een betere, gemiddelde, gestandardiseerde kwaliteit van die operatie. Andere toepassing zit in de neurochirurgie, wat ook heel veel gebruikt wordt. En ik wil deze foto ook even tonen, ook omdat de essentie van navigatie is dat de chirurg geleid wordt. Hè? Geleid, visueel geleid wordt. Bijna zoals een navigatiesysteem in uw auto. Je krijgt zo'n indicatie van, kijk, hier is mijn instrument op de optimale positie. Maar het is nog altijd de hand van de chirurg die het instrument beweegt en positioneert. En dat is anders als we het hebben over robotchirurgie. Want daar gaat het armen zijn, gaan het instrumenten zijn die gemanipuleerd worden, die bewogen worden door robotarmen, maar, en dat vind ik heel belangrijk, op instructie van de chirurg. Nog eventjes iets over hoe dat wij die systemen kunnen klassificeren. En ik ga van de 3 voorbeeldjes geven. Automatisatie, co-manipulatie en teleoperatie. Een collega van Brussel die is heel aandachtig aan het kijken om te zien dat ik geen fouten ga zeggen. Want dat is toch wel, denk ik, een van de dingen die vanuit zijn groep gekomen zijn, maar hier dat wij binnen de KU Leuven robotgesteunde chirurgie aan het ontwikkelen geweest zijn, gebruikmakend vooral dan van die co-manipulatie en teleoperatie. Even terug in de tijd. Midden van de jaren 1990. Een Duits systeem, Caspar. Amerikaans systeem, Robodoc. Allebei ontwikkeld voor orthopedische chirurgie. Bijvoorbeeld hier wordt het getoond voor het plaatsen van een heupprothese. Aan de dijbeenkant is de bedoeling dan dat de kop verwijderd wordt. In de nek wordt een zaagsnede gemaakt. En dan wordt er een opening gemaakt in het dijbeenkanaal om daar een prothesecomponent in aan te brengen. Om die holte nauwkeurig te maken, werd zo'n robot ontwikkeld. Opnieuw, Duits systeem, Amerikaans systeem, allebei hetzelfde principe. Je ziet een lange frees die in dat dijbeenkanaal ging om daar heel nauwkeurig die holte te gaan uitfrezen. Dus een lange frees in dat dijbeenkanaal. En als je dan gaat kijken naar de werkelijkheid van de operatiezaal, ja, dan ziet dat er toch, of zag dat er toch vrij ingewikkeld uit. En het feit dat ik in de verleden tijd praat, verklaart of wijst toch wat op dat dit op dit moment niet meer de technologie is die nu gebruikt wordt. Dat is te ingewikkeld. Hè? Intuïtieve technologie was dit zeker niet. Caspar systeem aan de rechterkant, daar werd het door de dier de foto gebruikt tijdens het plaatsen van een totale knieprothese. Maar voordat die robot kon beginnen, een automatisatieapplicatie, voordat die robot kon beginnen, moest de chirurg die knie goed vastklemmen. 3 kwartier werk ongeveer. En als dan tijdens de operatie die chirurg bij toeval even duwde tegen die klem, ja, dan was de hele uitleiding weg en kon die opnieuw beginnen. Dus naar gebruiksvriendelijkheid, naar intuïtief karakter, was dit zeker niet waar de chirurgen op staan te wachten. En dat is dus ook geen succes geworden. Wat we sinds een paar jaar nu terug zien verschijnen, een ontwikkeling van Fast Striker, zijn kleinere, compactere robots voor de orthopedische chirurgie. Dus het begint terug op te komen, maar het is zeker nog niet dat het het niveau haalt van de robots in de minimaal invasieve chirurgie, dus bij de kijkoperaties. En ik heb het straks al gezegd, de voordelen van een kijkoperatie zitten vooral bij de patiënt, de nadelen vooral bij de chirurg. Dus als we nu een technologie kunnen ontwikkelen die de voordelen voor de patiënt behoudt en die wat tegemoet komt aan de problemen die de chirurg heeft, dan zijn we een stap vooruit. En een type voorbeeld daarvan zijn de meester-slaaf master-slave systemen, teleoperatiesystemen. Het is een meesteronderdeel en een slaafonderdeel. Er is mijn andere context al een keer op gewezen dat ik in een postkoloniale periode toch een beetje voorzichtig moet zijn met de begrippen meester en slaaf. Maar
Rick, dat is nu eenmaal de nomenclatuur dat daar gebruikt wordt. Hè? Dus rechts ziet u hier het meestersysteem, links ziet u het slaafsysteem. En dit is een filmpje van het Da Vinci-systeem, een systeem van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Surgical. Dus dat woord intuïtief is daar terug. Het is een filmpje van wat jaren geleden, maar het capteert nog altijd heel goed de essentie van die technologie, vind ik. Dus het zit nu in een nieuwe verpakking met wat meer mogelijkheden, maar de essentie is nog altijd dezelfde gebleven. Dus je ziet een opstelling hier in een operatiezaal, chirurg en robot een aantal meter van elkaar verwijderd. De chirurg die comfortabel zit, niet zoals vaak voorovergebogen moet staan over de patiënt gedurende uren, want rugproblematiek bij chirurgen, dat is een gekend probleem. Dit hier de armen, twee armen die instrumenten bewegen, op het midden één arm die het camerasysteem vasthoudt, twee camera's en twee schermpjes. Eén scherm voor elk oog, dus je krijgt dieptezicht. Dus het is eigenlijk alsof dat je met je hoofd in de patiënt zit. Zo'n realistisch beeld is het. Dus nog eens opnieuw hier. Als we even hier binnen een patiënt kijken, dan wordt hier een bypass aangelegd. Dit is de anastomose, dus het overbruggen, het aannaaien van de overbrugging. Wordt de anastomose genoemd. Chirurg is bezig hier met de robotarmen en de instrumenten te bewegen. Dan ga je misschien zeggen, dat moet toch wel heel moeilijk zijn voor die chirurg om die instrumenten te gaan bewegen. Daar zit hem nu net dat intuïtieve karakter van deze technologie. Dat is het instrument. En je moet eens even dat instrument vergelijken met je eigen hand. Dan denk je dat je ergens ook een polsgewricht ziet en duimvingers. Dus je merkt denk ik toch een zekere analogie tussen de anatomie, als ik zo mag zeggen, van dit instrument en de anatomie van je hand. En dan moet je nu eens kijken naar wat hier onderaan getoond wordt, de handen van de chirurg. En bovenaan terug, ja, naaien. Even kijken. Dus links moeten de naald nemen en links de draad aantrekken. Rechts de naald overnemen. En we gaan draaien. Rechterhand draait. Instrument draait. Links gaan we grijpen. Linkerhand grijpt. Linkerhand gaat naar boven. Door het feit dat die anatomie zo gelijkaardig is tussen instrument en hand, duurt het echt niet lang in een opleiding voor in de geest van die chirurg dat instrument gewoon zijn of haar hand is geworden. Je moet niet meer nadenken van, mijn instrument moet naar beneden, dus mijn hand moet naar boven. Heel intuïtief. Wat het instrument moet doen, gaat mijn hand doen. En dat maakt dat de opleiding daarvan vrij snel kan gaan. Hè. We hebben hier, by the way, in Vlaanderen, in Melle, vlak naast de E40, een topopleidingscentrum voor robotchirurgie, het ORSI, initiatief van Alex Motri, waar dat chirurgen over gans Europa getraind worden in robotchirurgie. Basistraining, 1 week. Op voorwaarde dat je kan opereren. Dus je moet kunnen opereren. En iemand die dat inzicht in operatietechniek kan combineren met de mogelijkheden die een robot biedt, dan zijn we met de chirurgie een pak vooruit. Bij prostaatchirurgie is er een bewezen waarde. En dan moet ik nu eens even wat vooruit scrollen, want anders gaat het te lang duren. Ik ga hier ongeveer naar 1 minuut om naar de anatomie te kijken van de prostaat. De prostaat die de verbinding maakt tussen de blaas, de urineleider gaat doorheen, de prostaat eindigt dan verder in de penis. Maar de ganse omgeving is heel sterk bezenuwd, is omgeven door zenuwbundels. En op deze artist impression is natuurlijk wel heel mooi te zien. Hè. Die liggen daar echt rond. In de werkelijkheid is dat één toch wel in elkaar verweven biologische massa. En is het heel moeilijk om bij het manipuleren van die prostaat die bezenuwing niet te raken. Want dat is het juist delicate punt. Het raken van die bezenuwing. Die bezenuwing die verantwoordelijk is voor het continentiegebeuren, maar ook voor de erectiele functies.
Dus de twee risico's als de zenuwen geraakt worden, dat is nooit de bedoeling, dat is altijd collateral damage. Maar als het zich voordoet, dan heb je risico op incontinentie en impotentie. En daar zijn er nu toch wel langer meer klinische studies die aangeven dat de radicale prostatectomie, uitgevoerd met behulp van de robot, die risico's naar beneden haalt. En als gevolg daarvan, als je dan gaat kijken in een centrum zoals UZ Leuven, dan zie je dat over de voorbije 10 jaar, dus de robotgesteunde prostatectomie stijl toeneemt en de open operaties ongeveer volledig gaan verdwijnen. Waarbij ik toch nog altijd even wil zeggen dat het chirurg in staat moet zijn om te converteren naar een open operatie voor het geval dat er iets fout zou lopen bij de minimaal invasieve, bij de kijkoperatie. Ja? Dus daar heb je minder directe toegang tot anatomie. Dus als iets fout loopt, moet je kunnen snel converteren. Dus dat is toch echt wel de standaard geworden daar. Waar gaan we met die toekomst naartoe? Wel, MEMS, micro-elektromechanische systemen, kleine systeempjes. Bijvoorbeeld in de instrumenten, als je gaat kijken naar het instrument van die Da Vinci-robot. Dat is dit, hè, in werkelijkheid. Dus hoe kleiner het instrument, hoe kleiner ook de schade, de niet bedoelde schade aan uw patiënt. En dus kleine micro-elektromechanische systemen. Micro-robots, inslikbare pillen. 2 centimeter lang, 1 centimeter diameter, dat is het fameus slikken. Maar ja, als alternatief voor een ambulante colonoscopie of gastroscopie, kan dat toch een heel mooi alternatief zijn. Dit is een camera. Hè? Hier zit een camera die tijdens de natuurlijke doorgang doorheen uw gastrointestinaal systeem opnames kan maken. Tijdens de natuurlijke doorgang. En dat is een probleem natuurlijk, want soms zou je willen zeggen van kijk, ik wil even terug, een keer opzij kijken. Die stuurbaarheid wordt onderzocht. Dus bovenste is commercieel, maar stuurbaar door externe magnetische veld bijvoorbeeld, wordt onderzocht nog altijd. Single port surgery. Dat wil ik ook eventjes tonen, want ja, in een klassiek laparoscopisch gebeuren heb je 3 insledes. 2 voor de instrumenten, 1 voor de camera. Als je nu zou toekomen met 1 insnede, 1 buis. En uit die ene buis komen 2 een beetje insectachtige armen tevoorschijn. En 1 lichtbron en 1 camera. Ga je hier opereren. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, natuurlijk. In die zin dat het werkgebied hiervan vrij beperkt is. Dat is enkele vierkante centimeter. En voor sommige operaties is dat voldoende, voor andere weer niet. En dat is dan de medische verantwoordelijkheid om te kijken in het grote aanbod van medische chirurgische technologieën, wat is in een bepaald geval een goede, optimale keuze. Dat zit ook in een product van Da Vinci, het SP Single Port systeem, is op de markt. Teleoperatie. Co-manipulatie. En daar verwijs ik terug naar de robotica groep van de KU Leuven. Het gaat hier over het injecteren van een anticoagulans in een vene achteraan het oog. De linkerkant wordt getoond hoe moeilijk dat is, want die vene heeft ongeveer dezelfde diameter als de naald die daar moet ingebracht worden. Met de blote hand is dat enorm moeilijk. Als je dat gaat doen met zo'n systeem, zoals een ontwikkeld in de robotica groep, co-manipulatie. En je ziet het concept co-manipulatie in die kleine inzet rechtsboven. Dus daar zie je dat de hand van de chirurg het instrument wel leidt, maar dat dat instrument niet alleen door de hand van de chirurg bewogen wordt, maar ook nog vastgehouden wordt door een robot. En de 2 samen gaan zorgen voor een grotere precisie. Co-manipulatie. Laatste technologie, maatwerk. Als je een pak of een kleed op maat wil, dan moet eerst je maat genomen worden. En datzelfde in de chirurgie, maar wij kunnen de maat nemen. Herinner ik medische beeldvorming, 0,5 millimeter nauwkeurigheid. Dus als je dat kan, dan grijp ik eventjes terug naar het voorbeeld van bij de planning. 3 implantaten, mooi parallel.
ga je nu waarschijnlijk zeggen dat allemaal goed en wel, Jos, maar we weten dat dat ook nog moet gerealiseerd worden, registratie. Hoe ga je die planning transfereren naar de chirurgie? Een paar mogelijkheden, maar één van de mogelijkheden is een boormal. Een boormal met metalen inserts en de chirurg gaat doorheen die busjes gaan boren. En zo de planning transfereren naar de chirurgie. Van zo'n mal wordt er maar één exemplaartje gemaakt. Dus we gaan kijken naar een productietechniek die dat op een kostefficiënte manier kan. En dan komen we bij de 3D-printing uit. Hè. Dus laag bij laag additive manufacturing. Dit is commercieel beschikbaar. Wat ook commercieel beschikbaar is, zijn de guides of PSI. Personalized Patient-Specific Instrumentation. Dus ook voor het plaatsen van een knieprothese is dat commercieel beschikbaar. Dus instrumentatie op maat, maar ook implantaten op maat. Grote botdefecten, zoals hier, wanneer een paar revisieoperaties van de heup mislukt zijn, dan heeft de chirurg de mogelijkheid om een arsenaal van metallieke componenten te gaan gebruiken die tijdens de operatie gaan geassembleerd kunnen worden om een oplossing te bieden voor dit soort van patiënten met grote botdefecten. Overleving daarvan is echt niet goed. Op een paar jaar ongeveer de helft van die patiënten die verliest opnieuw die gewrichtsreconstructie. Maar ja, je kent de holte, je kent het defect. Dus je kan gaan iets ontwerpen, een implantaat ontwerpen dat perfect daarin gaat passen. Geometrische fit. Maar dat ook sterk genoeg gaat moeten zijn om al die krachten te gaan dragen. Dus we gaan een patiëntspecifiek biomechanisch musculoskeletaal model gaan gebruiken om te gaan berekenen wat de krachten gaan zijn in die heup, op het bot en op het implantaat. En als het allemaal in orde is, kunnen we gaan produceren en dan gaan we naar metaal printen in dit geval. Dus 3D metaal printen en dan krijg je dus een geslaagde reconstructie van zo'n patiënt. Dit is een patiënt die ongeveer 5 gefaalde heupprothesen had en die nu terug kan stappen. Nog één voorbeeldje. Dat is een 15-jarig meisje uit Zweden die tot haar 15e niet kon stappen. Dit is het meisje in de rechterrolstoel hier. Reden daarvoor, er was geen linkerheupgewricht. Aan de linkerkant waren er wel enkele beenderen, maar geen gewricht. Maar je kan die beenderen gebruiken als een steun voor zo'n patiëntspecifieke heupreconstructie. En dat is dus wat er in dit geval gebeurd is. Er is evidentie. Werkt dat beter dan wat er tevoren was? Wel, ja, je ziet hier toch in een follow-up van een paar jaar. Dat zijn we anders de early failures zou optreden. Die early failures anders tot 50% zijn. Wel, hier zit je boven de 90%. Dus maatwerk in de chirurgie. Mag dat ook allemaal iets kosten? Want ja, wat ik u getoond heb, it comes at price. Een Da Vinci-robot praten we over een $2 miljoen. De MA's praten we ook product alleen over een €10.000. Dus het kost iets. Maar de vraag is, wat mag het kosten? En dan komen we in de gezondheidseconomie. Het domein van de gezondheidseconomen. En ik heb hier toch een beetje materiaal genomen van Lieven Annemans, collega Annemans van de Universiteit van Gent en verbonden aan de VUB. Een belangrijk begrip daar is de ICER. Incremental Cost Effectiveness Ratio. Verhouding tussen de netto kosten toename, de afname, de kost van een nieuwe behandeling en dan netto, wat we noemen de QALY, Quality Adjusted Life Years. Dat is een techniek waarbij dat we gaan zeggen van kijk, hoe lang overleeft een bepaalde patiënt? Hoeveel jaar? Maar we gaan die jaren wegen met levenskwaliteit. Dus 2 jaar aan 50% levenskwaliteit, dat is 1 quality adjusted life year. Dus dan krijg je berekeningen zoals hier, een hypothetisch voorbeeld. Bovenaan staat dan
kost van een nieuwe behandeling, kost van een conventionele behandeling, 1000 euro duurder. Dat gaan we dan delen door, hè, wat is dan de efficiëntie, het gevolg, hè, de quality adjusted life years. Dan zou je dus hier bijvoorbeeld krijgen dat hier een nieuwe technologie, nieuwe behandeling, 67.000 euro per quality adjusted life year. Wie gaat dat betalen? En hoeveel wil men betalen voor een quality adjusted life year? En dan zitten we in het domein van de, ja, de humane wetenschappen, met de economie natuurlijk, maar toch ook een aantal ethische aspecten. Hoeveel willen wij betalen? Ik heb het hier genoemd, evidence is not enough. Hè? Dus je moet aantonen dat een nieuwe technologie inderdaad, ja, minstens zo goed is tegenwoordig. Maar ook wat de kostenimplicaties zijn. Dat wordt dan vaak in zo'n soort van grafiek voorgesteld. Eigenlijk gaat het over het berekenen van die verhouding tussen wat zijn de kosten en wat zijn de voordelen. Blijf er altijd voor, als je kijkt naar kosten, kijk naar de volledige kost. Niet alleen naar de kost van het medical device, het gaat over de volledige kost van een bepaalde behandeling. Als we gaan kijken naar wat is dan het voordeel, wat brengt het op? Ja, dan moet je naar kwaliteit gaan kijken. Patient satisfaction opnieuw, hè? Dus de tevredenheid van de patiënt bij je terug. Ja, we moeten proberen een beetje te kwantificeren. En dit soort van grafieken, die tonen dan op de verticale as kost, op de horizontale as die quality adjusted life years, in het midden een bestaande technologie, en dan wordt er gekeken, wat gaat er nu gebeuren als we een nieuwe technologie zouden willen introduceren. Van de bestaande technologie naar het donkerrode gebied gaan we zeker niet gaan. Heb je een negatief effect op de levenskwaliteit en het kost meer. Dat gaan we zeker niet doen. Dan hier linksonder. De nieuwe technologie is goedkoper, maar ook minder effectief, minder levenskwaliteit. Dat gaan we ook niet doen. Dit gaan we zeker doen, hè? Rechtsonder, groen. Betere levenskwaliteit en minder kosten. Dat gaan we zeker doen. Dan zit je hier in een rechtsboven een gebied waar je zegt van ja, bon. Het is wel beter, maar het kost ook meer. En dan zitten we daar met die afweging. En dat is wat daarbij staat, de willingness to pay. Hoeveel zijn wij bereid om te betalen daarvoor? Willingness to pay. Daar zijn wat bevragingen over gebeurd. Waaruit blijkt, ja, dat men bereid is van zoiets van een 40.000 euro te betalen voor één extra levensjaar in perfecte kwaliteit. De World Health Organization die maakt dikwijls een vergelijking met het bruto binnenlands product van een land, wat in de EU ongeveer 30.000 euro is. Dat is fantastisch ongeveer het bedrag dat men zou willen geven daaraan. Maar opnieuw, naast economische overwegingen, denk ik dat ethische overwegingen ook een beetje moeten meegenomen worden. Misschien is dat toch een leuk thema om hier binnen de context van een academie, waar je de verschillende disciplines aanwezig hebt, daar eens verder over te reflecteren, want het debat gaan we niet kunnen vermijden. Heel snel, de verschillende technologieën die ik u getoond heb, wat kunnen we daar al van zeggen tegenwoordig over kostefficiëntie? Dan moet ik even op papier bijnemen. Ik ga daar niet alle getalletjes geven, maar als je kijkt naar die navigatiesystemen, dan blijkt dat een meerkostengevolg van die navigatie $630 per operatie, dat vertaalt zich in een kostefficiëntie. Dus de patiënt wordt daardoor wat beter geopereerd. Maar je moet dus kunnen afwegen, dus toen een culling, effect op de quality adjusted life years, compenseren door een meerprijs. $630 blijkbaar. Patient-specific instrumentation. De studies die daaraan geeft, tonen eigenlijk geen meerwaarde aan. Geen meerwaarde van het gebruik van die guides, patiëntspecifieke guides, ten opzichte van conventionele instrumentatie. Eventueel een beetje minder bloedverlies, maar niet significant. Dat moet ik ook durven zeggen. Die MACE-technologie, dus dat acetabulaire, dat pelvisch bekkenimplantaat op maat, daar is wel evidentie. Studie van Philippe Tak, Universiteit van Gent ook. Kostefficiënt bij 90% van de
jongere patiënten. Ik lees letterlijk wat in het artikel staat. En 88% bij de 85-plussers. Waar ik dus ook uit afleid dat iemand die jonger is dan 85, een jongere patiënt is. Dat is zo meegenomen. Maar het gaat dus over heel hoge efficiëntieratio's daar. En dan het laatste, dus RARP, Robot Assisted Radical Prostatectomy. Dus daar ja, zijn er toch, afhankelijk wel van de bron die je gaat raadplegen, mensen die zeggen van ja, mocht de National Health Organization in UK, mochten die alle radicale prostatectomieën doen met de robot, dan zou dat een kostenbesparing zijn per jaar van ja, tussen de 21 miljoen en de 36 miljoen Britse ponden. En waar komen ze op dat getal? Omdat ze dan verwijzen naar de kosten die uitgespaard worden voor de behandeling van erectiele dysfunctie. En die kosten in de UK, dat wordt geschat ja, op ongeveer dat bedrag, tussen 20 tot 30 miljoen Britse ponden die daar nodig zijn voor behandeling van die dysfuncties. En die zou kunnen uitgespaard worden. Dus allee, de literatuur die je daarover raadpleegt is zeer divers. Ik wil nog één dingetje erover ook tonen. Vooral hier onderaan. Radicale prostatectomie geopereerd met de robot is kostefficiënt bij hoog volume chirurgen en in hoog volume centra. Wat erop wijst, je hebt de robot, maar je hebt ook de chirurg. En de vaardigheid van die chirurg om de technologie te gebruiken, daar ervaring mee op te doen, heeft zijn effect op de levenskwaliteit van een patiënt, maar ook op de kostenefficiëntie. Dus high volume surgeons, high volume centers. Laatste dingetje nog. Al die medische technologieën bieden toch opportuniteiten. Translationele geneeskunde is het domein van de geneeskunde waar je van de bench to the bed wil. Dus van onderzoek naar implementatie. En daarvoor heb je bedrijven nodig. Heb je producten nodig. En Patricia Sijsens in de tijd dat zij nog de Vlaamse minister van Innovatie was, wel wat jaren geleden, die sprak graag over O en O en O. Onderzoek en ontwikkeling moet je doen, maar dan moet je ook ondernemen, zei ze. Onze collega's uit Nederland hadden daar heel snel hun eigen variant op bedacht. K en K en K. Kennis en kunde voor onderzoek en ontwikkeling. En dan de kassa. Dat is een iets minder vriendelijke manier om misschien naar hetzelfde te verwijzen. Oninnovatie, inderdaad. Hè. Als je kijkt naar het domein met het grootste aantal patentaanvragen bij de European Patent Office, medische technologie op nummer 1. Vertaalt zich rond het Leuvense in toch een heel aantal spin-offbedrijven die actief zijn of waren in het vlak van de medische technologie. En die trend is stijgend. Hè. Dus hier zie je de rode lijn, dat zijn de granted patent applications, dus de aanvaarde patentaanvragen. Dus je ziet daar toch een stijgende trend over de voorbije 10 jaar ongeveer. En bovendien toch nog één dingetje om de economische opportuniteit in de verf te zetten. Dat is de toegevoegde waarde per werknemer in de medtechsector. 184.000 euro. Als je gaat kijken naar de toegevoegde waarde in de meer klassieke sectoren, zit daar rond de 110.000 euro. In een high-tech sector zoals de medische technologie zit je daar een flink pak boven. Om even af te sluiten. Medische technologie vereist, en ik denk dat ik dat hoop ik aangetoond heb, die integratie, die synergie, die samenwerking tussen ingenieurswetenschappen en geneeskunde. Dus die end staat daar echt met opzet. En dubbele pijltje staat er ook, omdat nieuwe ontwikkelingen in de ingenieurswetenschappen, nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen stimuleren en vice versa. Die twee gaan elkaar bevruchten. En het symbool dat daar staat, van Flanders Technology, symboliseert dat een beetje. Maar eigenlijk, en ik mag dat toch permitteren hier in de schaduw van het Koninklijk Paleis, eendracht maakt macht, verwijst toch eigenlijk een beetje naar hetzelfde. We moeten dat doen binnen die socio-economische context. Hè? Dus evidentie moet er zijn, het moet aangetoond worden dat het beter is, een toegevoegde waarde voor de patiënt, maar die kosten
efficiëntie mogen we echt niet meer uit het oog verliezen. En tenslotte denk ik dat dat vraagt naar een opleiding, een specifieke opleiding, een interdisciplinair profiel, naast de klassieke profielen. Ik zeg niet dat wij alleen maar biomedische ingenieurs gaan nodig hebben. Je hebt klassieke ingenieurs nodig in de klassieke disciplines. Je hebt de artsen nodig, maar je gaat meer en meer van die interdisciplinaire profielen nodig hebben. Nog een klein voorbeeldje van de toch brede toepasbaarheid van technologie in de geneeskunde. En dan wil ik afronden met u van harte te danken voor uw aandacht.